Broeders en zusters, van harte welkom op deze bijzondere dienst, de oogstdienst. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat onze oogdienst een vrijzinnige variant is op de dankdag voor het gewas die aanstaande week gehouden wordt. Voorganger is dominee Hartogsveld. Ik heb even mededeling wat de liederen betreft. Mijn schuld, mea culpa. Er staan twee liederen niet op. Die ben ik vergeten erop te zetten, maar die worden heel duidelijk aangegeven door dominee Hartogsveld. Aan het orgel zit Jan van Heteren en tijdens de dienst hebben we een extra collecte. En die is deze keer bestemd voor het Liliane Fonds. Lector of lectrix vandaag is Nel van der Graaf. Zoals u weet heeft de familie Damming korte tijd geleden een zeer riant appartement betrokken in Dijkzicht, waarmee ze dus figuurlijk en letterlijk uitzicht houden en het in de gaten houden van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap. En van die taak zullen ze zich ongetwijfeld goed kunnen kwijten. Vandaar dus de kaart en de bloemen. Stemt vandaag voor de verhuizing van de familie Damming. Mij is ook nog gevraagd om te vermelden, we zijn een geloofsgemeenschap die met zijn tijd meegaat en alles gaat professionaliseren. De preken, die kunt u voortaan ook vinden op internet. Er staan er al 6 op. Dat betekent niet dat u denkt, oh, wij maar thuis, want ik kijk wel op internet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want we weten allemaal dat er niets gaat boven het fysiek bijwonen van de kerkdienst. Dus u krijgt daarmee geen vrijbrief om thuis te blijven, maar bent u ziek of kunt u anderszins niet, dan kunt u van internet gebruik maken. Jawel, jawel, jawel. Ja, ja. Nou, ik ben blij dat je er bent vandaag. Ja. Goed. Ik heb nog de volgende mededeling. En dat weten we allemaal. Volgende week, 6 november, hebben wij hier de dienst van de herdenking der overledenen. En die begint, ik zeg het nogmaals, 's middags om 3:00. Voordat het deze week weer verkeerd in het kompas of in de Meadowsteek staat. Op 10 november en wij worden daar heel vriendelijk bij uitgenodigd. Dan is er in Hardingsveld, Giessendam een lezing door Alke Liebi. U heeft het kunnen lezen in Kerkblad. En wij worden gevraagd om daar, nou in grote getalen, maar toch wel met een afvaardiging, naartoe te gaan. Entree is €5. Na het ontsteken van de kaarsen en een moment van bezinning beginnen we onze dienst straks met het zingen van het eerste lied. En het eerste lied dat staat niet op de borden, maar dat zal door dominee Hartogsveld aangegeven worden. Lied 280, vers 1, 6 en 7. 280, 1, 6 en 7. Alleen te leven om te zwoegen, te zuchten voor de dag begint, gedreven door een heilig moeten, het is als najagen van de wind. Alleen te leven om te tellen wat je vandaag of morgen wint, maar niets kan je tevreden stellen, het is als najagen van de wind. Geniet het leven als een gave. Geen mens weet wat hij morgen vindt. Dus werp je brood uit op het water en let niet altijd op de wind.
Thank you.
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze oogstdienst. Leuk liedje trouwens, hè, die 2:16. Vond ik wel aardig passen voor vandaag. Maar u kunt ook om ons heen zien en zelfs hier op de grond. In de prachtige mooie liturgische opstelling voor de oogstdienst. De bladeren vallen. De herfst is inmiddels in alle hevigheid ingetreden. En de natuur ontdoet zich van alle overbodige ballast om de winter door te kunnen komen. De bladeren, de dode takken, ze ontdoet zich van alles wat een overlevering, of overleving moet ik zeggen, in de weg kan staan. Het is een mooi beeld van het leven zelf. En soms komen er dan ook bepaalde gedachten in je op. Bijvoorbeeld, wat doe ik hier in Gods naam? Wat kan ik geloven in mijn zoektocht naar mijn geloof? Een geloof dat constant op de proef wordt gesteld en daardoor soms ook een beetje van koers verandert. Een herkenbaar fenomeen, denk ik. Geloven is wat mij betreft niet iets statisch. Het verandert mee met je leven. En aan de andere kant verandert je geloof je leven. Soms moet je de ballast overboord gooien om het geloof levend te houden. Want waarom zou het geloofsleven zich onderscheiden van andere terreinen van het leven? We juichen het toch toe als mensen, of in het bijzonder onze kinderen en kleinkinderen, leren en zich ontwikkelen. De kennis blijft toch ook niet stilstaan bij wat we op de lagere school hebben geleerd? Nee, die ontwikkelt zich. En daar hebben we een hoop goede dingen aan te danken. We gaan anders tegen dingen aankijken en kunnen complexe problemen die zich vandaag aandienen vaak wel oplossen. Waarom zou dat in het geloof anders zijn? Alles wat we in het leven meemaken bepaalt naast ons karakter wie we als mens zijn. En toch is dat maar de helft van het verhaal, volgens mij. Want we worden niet geleefd, als het goed is, maar geven ook zelf richting en invulling aan ons leven. Het gaat erom, denk ik, hoe wij de dingen die we meemaken plaatsen of duiden of beschrijven. En vervolgens, wat doen we ermee? Zijn we bereid te leren of leunen we liever lui achterover en constateren we dat alles nu eenmaal zo gaat zoals het gaat? Ons geloof gaat met ons mee op onze weg door het leven. Geloof en ongeloof wisselen elkaar soms af. Soms weten we zeker, soms twijfelen we. Is dat erg? Nee, ik denk van niet. Want juist door steeds opnieuw op zoek te gaan, verdiepen we ons geloof, denk ik, en geven we zin aan ons leven. En vanochtend neem ik u mee in de betekenis van een Joods feest. Sukkot. Een feest, dat staat er ook, Sukkot, en daar staat het in het Hebreeuws, in het jaar 5777, waarin de Joden leven, vandaag de dag. Een feest dat christenen, en ik heb een grote spekhaken voor mezelf maar omheen gezet, helaas niet meer vieren. Jezus, hij heeft de hemel die door het bladerdak zichtbaar was, dichtbij gebracht. Vele christenen roepen dat je hem in je moet opnemen, zoals je water kunt drinken en blijven drinken als je smacht van dorst, die het wonder van de grote verzoendag overtroffen heeft. Wie bij hem komt,
krijgt vergeving, wat je ook gedaan hebt. Gods ultieme geschenk, zou je kunnen zeggen. Aldus de meeste christenen. De mensen in een kring, die mensen in een kring bij elkaar brengt. Jong, oud, rijk, arm, ieder met zijn of haar eigen levensverhaal. Met oog voor de vreemdeling die er nog niet bij hoort. Later meer in de overdenking. Beleef het eens mee. Een dagje loofhut. Laten we nu samen bidden. God van al wat leeft. Wij vragen uw zegen over deze dienst en voor de komende week. Help ons deze dagen door te brengen volgens uw bedoeling. Houd in ons de hoop levend op een betere wereld. En geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. Ook al zijn zij vanochtend niet aanwezig. Maak ons bereid met elkaar te delen van wat het leven biedt. Geef ons een open oog en een bewogen hart voor ieder die onze naaste is, naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus van Nazareth. Wees zo met ons in deze dienst. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Voordat we met de lezingen beginnen, wil ik met u zingen van lied 650, de versen 1, 2, 5, 6 en 7.
de lezingen van vanochtend. De eerste lezing komt uit het boek Leviticus, Leviticus 23, de versen 33 tot en met 43. En de tweede lezing, ook uit het Eerste Testament, is het uit Deuteronomium 16, de versen 13 tot en met 17. En daarna zingen we lied 718. En dat wordt vandaag gelezen door onze lectrix, en dat is Nel van der Graaf. Wie deze dag niet in onthouding doorbrengt, zal uit de gemeenschap gestoten worden. Wie die dag enige bezigheid verricht, zal ik zelf uit de gemeenschap wegvagen. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Deze bepaling geldt voor jullie voor altijd, generatie na generatie, waar je ook woont. Het zal voor jullie een dag van volstrekte rust zijn, die je in onthouding moet doorbrengen. Deze dag moet in volstrekte rust worden doorgebracht vanaf de avond van de negende dag van die maand tot aan de avond daarop. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, op de 15e dag van de 7e maand begint ter ere van de Heer het loofhuttenfeest, dat 7 dagen duurt. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren. Je mag daar niet werken. Elk van de 7 dagen moeten jullie de Heer een offergave aanbieden. De 8e dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren. En ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan de Heer. Er zal een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer die je als heilige dag samen moet vieren. En waarop jullie de Heer een offergave moeten aanbieden. Brandoffers, graanoffers, vredeoffers, wijnoffers, al naar gelang voor een bepaalde dag is voorgeschreven. Deze offers vallen buiten wat jullie de Heer elke Sabbat geven en buiten je wijngeschenken, gelofteoffers en vrijwillige gaven. Neem dit in acht. Op de 15e dag van de 7e maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de Heer en dat 7 dagen duurt. De eerste dag en de 8e dag moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van de dadelpalmen, loofbomen en beekwilligen. 7 dagen lang moeten jullie feest vieren ten overstaan van de Heer jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere van de Heer 7 dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de 7e maand. 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hem uit Egypte wegleiden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende 7 dagen het loofhuttenfeest vieren. Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen en de levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. 7 dagen lang moet u voor de Heer uw God feest vieren op de plaats van zijn keuze.
Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest. Driemaal per jaar moeten alle mannen, dus voor de Heer uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen voor het feest van het ongedecemde brood, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen. Ieder moet geven naar de mate waarin de Heer uw God hem heeft gezegend. Ja. Beleef het eens mee, een dagje loofhut. Het loofhuttenfeest is een feest van uitbundige vreugde. Dat hebben we net een aantal keren kunnen horen. Ik denk dat voor ons allen geldt dat we best wel eens blij zijn en dat we ook best wel eens wat vieren of te vieren hebben. Maar we zijn ook wel eens aangeslagen. Bijvoorbeeld dat dit afgelopen kerkjaar ons 9 dierbare mensen zijn ontvallen.
Ook zijn er best wel een aantal zaken in onze wereld die zeer verdrietig zijn. Maar ook in ons eigen land zat het afgelopen jaar niet allemaal echt mee. Althans, voor een grote groep mensen dan. Vooral ouderen en de jonge schoolverlaters zit het ook tot op de dag van vandaag niet erg mee. Ik heb daarom wel getwijfeld. Moet ik wel over dit onderwerp preken? Past dat wel vandaag? Maar toen bedacht ik dat Israël ook in jaren, als het tegen zat, loofhuttenfeest vierde. Ze moesten kennelijk leren dat je ook bij tegenslagen blij mag zijn met God. Alles zit tegen. Maar als je door het bladerdak heen kijkt, heb je toch nog iets om blij mee te zijn. En even verder bedacht ik dat wij hier vanmorgen niet uitgelaten gaan feesten in de kerk. We hebben een preek over een feest. Ik wil met u zien wat we van dit feest kunnen leren. Hoe kunnen wij leren om blij te zijn? Hoe kunnen we leren ons niet te laten ontmoedigen door tegenslagen? En dan kan het loofhuttenfeest ons vast iets leren. Want God heeft het bedoeld als een heel uitbundig feest. 7 dagen feest vieren. En dan niet zoals op Pesach, betrekkelijk ingetogen. Nee, met loofhutten. Het is echt helemaal feest. In het Oude Testament, in Numeri, kunnen we ook lezen over de offers die je op het feest moet brengen. Ook in Leviticus wordt dat nog een keer herhaald. En dat associëren wij vaak niet als feestvreugde. Maar dat was er toen wel. Een van die dingen die het tot een echt groot feest maakte. En het valt op dat in dat stukje wat we gelezen hebben en wat je verder nog kunt lezen, dat iedereen erbij is. Iedereen geniet mee. De feestvreugde spat er als het ware van af. Als Mozes gezegd heeft wie erbij moeten zijn, herhaald heeft hoe lang het moet duren en God geprezen heeft voor zijn zegen, herhaalt hij het nog eens. Vier daarom uitbundig feest. Je zou je kunnen afvragen, waar komt die uitbundigheid vandaan? En waar is die uitbundigheid nu gebleven, anno 2016? Wij christenen vieren immers dat feest niet meer. Helaas. Maar eerst de vraag, waar komt die uitbundige feestvreugde vandaan? Wij willen immers ook blij zijn of blij worden. Het antwoord staat hier al voor een groot gedeelte in dit loofhutje. Het doorkijkje door het bladerdak naar de hemel. Je merkt in dit feest hoe God er op uit is om zijn mensen daar te brengen, bij de vreugde die de blik op de hemel geeft. De mensen moeten hun stenen huizen met de stevige daken uit, om in een soort van, ja, wat is het, tentje, hutje, te wonen. Feestvieren over de oogst, het graan en de druiven. Maar dan zo dat je niet alleen naar dat eten op tafel kijkt, maar tegelijk door het bladerdak naar de hemel kunt kijken. Daar kwamen de regendruppels vandaan, die onder meer het graan lieten ontkiemen. En er kwam ook de zonnestraal vandaan, de zonnestralen vandaan, die het vervolgens lieten rijpen.
Je kunt zelf geen graan maken. Geen druiven. Nee, dat gebeurt als vanzelf, tussen aanhalingstekens, als er maar water, licht en warmte is. En dat komt van boven. Dat hoef je niet te geloven, maar het is gewoon zo. Boven dan, als je het wil interpreteren vanuit een christelijke of geloofsovertuiging met een hoofdletter. Je zou het Yahweh of God kunnen noemen die het geeft. En in die tijd kende ieder volk een oogstfeest. En het bestaat anno 2016 nog steeds. Misschien kent u wel de Oktoberfesten in Duitsland. En in zuidelijke landen heb je de wijnfeesten. Als je van de landbouw leeft, is het einde van de oogst een moment om groot feest te vieren. Maar dat loofhuttenfeest met dat bladerdak heeft iets eigens. We hebben gehoord, 7 dagen lang moet u voor de Heer, uw God, feest vieren. Feest vieren doet ieder landbouwvolk na de oogst. Maar jullie moeten feest vieren voor de Heer. Op de plaats van zijn keuze. Niet in je wijngaard, niet in je eigen dorp, maar in een speciale plaats die God ervoor uitkiest. Want het is niet jouw wijngaard of jouw akker die je rijk maakt, maar God is de uitleg. Hij maakt je even los van die business waar je dit alles aan te danken hebt, om je te laten beseffen dat je het allemaal aan hem te danken hebt. Je viert dit feest bij de tempel, de plek waar alles draait om de relatie met hem. Probeer het eens voor te zien, probeer eens aan te voelen hoe het eten en dansen en feestvieren helemaal een eenheid vormt met het blij zijn met God in dit geval. En als je dan die tempel voor je ziet, denk dan nog even terug aan dat loofhuttenfeest. Dit feest van 7 dagen leunt als het ware aan tegen de grote verzoendag een paar dagen daarna. Juist omdat God je alles wil vergeven, kun je blij zijn met alles wat je hebt mogen ontvangen. Als je terugkijkt op de afgelopen tijd van hard werken, dan stond je echt niet altijd zo stil bij wat God geeft en wat hij van je verlangt. Je wordt immers opgeslokt door de gang van het leven. En we leven ons leven onder dichte daken. En de afstand tot de hemel is soms wel heel erg groot. Heel normaal toch, denken een hoop mensen. Ik zeg dan meteen, nee, natuurlijk is dat niet normaal. Maar dat zeg ik. En om dat te laten voelen, liet God 2 weken geleden een alarmkreet horen. De ramshoorn, de shofar. Denk er eens over na, waar je mee bezig bent. Ik moet je wakker schudden. Ja, jou, met je drukte en met jouw leventje en je smoezen om mij naar de achtergrond van je leven te laten verdwijnen. 10 dagen heb je erover om na te denken. Over alles wat je deed en van je weet dat ik het niet wilde. Dan vieren we grote verzoendag. En ik laat je merken dat ik het allemaal vergeven wil. Kom met je problemen bij mij. Wees er zeker van dat ik het goed wil hebben. En dan gaan we daarna feest vieren. Juist hier, bij het huis waar we vorige week verzoendag vierden. Je was er misschien niet bij,
Verzoendag was geen pelgrimsfeest, maar daar leunt het feest tegenaan dat we afgelopen week vierden. Vergeven en geven gaan bij God hand in hand. Kijk door dat bladerdak omhoog naar de hemel, waar niet alleen de zonnestralen en de regendruppels uitvallen, maar om te beginnen de vergeving. Misschien waren er weinig zonnestralen, of juist weinig regendruppels. Misschien overheersen de tegenslagen. Rond de tafel zitten immers ook de weduwe en de wees, die in de wereld van de Bijbel afhankelijk zijn van steun van anderen. Daar zitten baas, knecht, arm en rijk bij elkaar. Maar leer alles wat je krijgt te zien als cadeaus, die je samen met vergeving krijgt. De vergeving dat je er mag zijn voor God, dat je mag leven, nu en altijd. Dat is dat grote cadeau. En al dat andere, meer of minder inkomen, meer of minder gezondheid, meer of minder succes, het zijn allemaal extra's die je er vanuit de hemel bij krijgt. En ik vraag toch nog even een keer uw aandacht op één woord uit vers 15. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Het woord zegen. Zegen, dat betekent niet heel veel druiventrossen. Heel veel gezondheid. Heel veel succes. Volgens mij betekent het gewoon dat God zelf bij je is. De ene keer met mooie resultaten en de andere keer door de teleurstellingen heen. Maar hij is er voor je, vergevend en zorgzaam op zijn manier. Wat mij betreft kun je daarop rekenen. Let erop dat Mozes deze wet op het Loofhuttenfeest al gaf voordat Israël in het beloofde land woonde. 7 dagen moeten jullie feest vieren voor de Heer. Want Hij zal je werk en je oogst zegenen. Het is nog toekomstmuziek. En hoe je werk gaat en wat er op tafel komt, dat weten we nog niet. Maar zeker wat we kunnen mogen aannemen is dat Hij je zal zegenen. Hij is er in ons leven. De uitbundigheid zit er niet in dat het veel is wat je oogst, maar dat het God het is die het je geeft en die in alles bij je is. Dat maakt het tot een feest om zijn gaven te ontvangen en te delen. Kijkt u maar wie er rondom de tafel zitten, zonen en dochters. God wil dat ook zij leren door het bladerdak naar boven te kijken. De ene generatie moet het aan de andere doorgeven. Je doet dat samen met de anderen die veel minder hebben. De vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Mensen met hun eigen verhaal. Allemaal mensen die afhankelijk zijn van de zorg en steun van anderen. Het is een feest om wat jij gekregen hebt met hen te delen. En als je dit ziet, merk dan hoezeer God zijn mensen bij elkaar wil hebben en daar ook de vreemdelingen bij wil hebben die er nog niet bij horen. Samen in een loofhut onder een open bladerdak. Blijft er nog één vraag over. Waar is dat mooie feest nu gebleven? Ja, Israël heeft het niet zo trouw gevierd. Een groot deel van de oud-testamentische tijd vierden ze het zelfs niet eens. En dan verwonder je over hoeveel geduld Yahweh heeft met zijn gemeente. Mocht u soms moeite hebben met bepaalde zaken in bijvoorbeeld de kerk
En dan bedoel ik niet alleen onze geloofgemeenschap, maar alle kerken. Dan wil ik u dat graag op het hart binden. God heeft veel meer geduld met zelfs hele grote gebreken van zijn mensen en van zijn kerk dan ik soms bij mensen ontmoet. Maar na een onderbreking van eeuwen wordt het Loofhuttenfeest later toch weer gevierd. De profeet Zacharia heeft het er zelfs over. Een Loofhuttenfeest wat alle volken op aarde mee gaan vieren. In de loofhut zat de vreemdeling er altijd al bij. De niet-Jood die in het Joodse land woonde. Maar hij is een voorbode van veel meer niet-Joden die het feest mee gaan vieren. En enkele eeuwen later komen ze ook inderdaad, de niet-Joden. Uit alle landen gaan mensen in Israëls God geloven en in zijn zoon Jezus. Maar die gaan dat mooie feest niet vieren. De apostelen komen juist tot de conclusie dat de niet-Joden die in Jezus geloven, de Joodse wetten niet moeten onderhandelen, niet moeten onderhouden. En dat staat in dat mooie boek Onderhandelingen. Van de grote verzoendag lees je uitdrukkelijk dat het verleden tijd is. In Hebreeën kun je lezen dat het verleden tijd is. Ook het Loofhuttenfeest hebben de niet-Joodse christenen niet overgenomen. En dan denk ik bij mezelf, terwijl het zo'n blij feest is. Zo'n mooie manier om te leren blij met alles te zijn wat we hebben mogen ontvangen. Maar er is iets anders voor in de plaats gekomen, zeggen de christenen. Op het laatste Loofhuttenfeest, voordat die uitbreiding naar de niet-Joden kwam, heeft Jezus dat duidelijk gemaakt. Een feest waarop je een stijgende spanning voelt. Jezus kan zich amper meer in Jeruzalem begeven zonder gearresteerd te worden. En je voelt dat moment, dat het moment nadert waar Johannes de Doper een paar jaar daarvoor al over sprak, toen hij Jezus aanwees als het Lam Gods. Binnenkort wordt hij de opvolger van de grote verzoendag. En nu, terwijl de verzoendag al gevierd is en het Loofhuttenfeest al begonnen is, gaat Jezus naar Jeruzalem. Meestal gaf hij onderwijs in alle rust, zonder luidruchtigheid. Maar aan het einde van dat feest staat hij in de tempel en roept: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Jullie hebben Loofhuttenfeest gevierd. Je hebt God gedankt voor de regen en voor alles wat hij liet groeien. Je hebt gebeden om regen nu de herfst weer begint. Gods regendruppels maken je blij. En je verlangt ernaar dat hij je blijft blij maken. Maar daarvoor hoef je nu niet meer in je loofhut te kruipen en naar deze tempel te komen. Nee, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Naast dit feest mag voortaan ook iedereen bij mij komen. Niet dat ze moeten komen, of dat ze misschien komen. Nee, ze komen. Jezus heeft de hemel, die door het bladerdak zichtbaar was, dichterbij gebracht. Samen met heel veel vreemdelingen mogen we dan uitkomen bij het Loofhuttenfeest voor alle volken wat Zacharia beloofd heeft. Het leven in het nieuwe Jeruzalem. Eén groot feest. Het is volgens mij nog steeds goed om door dat bladerdak naar boven te kijken. En realiseer je af en toe maar dat wij onder onze dichte daken de hemel vaak wel heel erg ver op afstand houden. Bij het maken van deze overweging vroeg ik me af of u zich al ziet zitten en dacht je in zo'n loofhut
in zo'n hutje. Kamperen in je eigen tuin, maar toch anders. Een hut die om moet kunnen waaien. Een onderkomen dat ons bepaalt bij kwetsbaarheid van ons bestaan. Een herinnering aan dat je niet alles in de hand hebt. Versierd met afbeeldingen van de oogst. Om te vieren wat ons is gegeven. Uitzicht op de sterrenhemel, op wat groter is dan wij. Een tafel in die hut waaraan we samen eten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Maar ik dacht wel, een mens moet wel kunnen ontvangen. Dingen durven aan te nemen. Niet alleen helpt dat mij dat, maar het geeft iemand anders ook het plezier van iets voor mij te kunnen betekenen. En wie er kan geven, wie kan er geven die niets heeft ontvangen? Ik sluit af met een gedicht van Herman de Koning, Koning over geven en ontvangen. En het heet Het Verlanglijstje. Geef mij Nessio en Tsjechov, oude boeken. Geef mij na mijn zoveelste kale reis iemand die mijn twee haren uittrekt en glimlacht zegt, je wordt grijs. Geef mij alles en zeg, het is niets. Geef mij niets en zeg, het is alles. Geef mij mezelf. Geef mij jou. Ik heb gezocht, naar wist ik maar wat. Geef mij nu eindelijk wat ik altijd al had. Laat dat je blij maken met een vreugde die overeind blijft. Ook bij tegenslagen. Probeer het eens. Beleef eens een dagje loofhut. En denk dan eens aan deze overdenking. Of is dat te hoog voor u gegrepen? Amen. Laten we samen bidden. God, we bidden u voor een wereld waarin vriendschap is en nieuwe vriendschap om ons heen ontstaat. Om een wereld die niet altijd maar blijft zoals zij is, maar een waarin van alles groeit. Groei van mensen. Groei van de liefdeband die hen tezamen houdt. En groei van het rijk van gerechtigheid waartoe u ons heeft bestemd. Wij danken u voor de oogst van dit jaar. En wij vragen u, vind goed dat wij daarin tekenen zien van de groei van wat u in ons heeft gezaaid. De tekenen van de hut die er eens was, en die staat aan het eind van onze geschiedenis.
Want andere tekenen daarvan hebben wij vaak niet dan de vruchten en het groen. Dan wat de akkers en het vee en de bossen en het water ons afstaan. Wij danken u daarvoor. Want het is veel meer dan de oogst van mensenhanden. Laat ons die ook mogen zien als een nieuwe belofte. Dat nog voor u de groei er niet uit is. Groei van gewas, van dieren en mensen. En groei van de liefde tussen hen. Wij vragen u dit met ons vol te houden. Opdat er ook het volgend jaar weer het wonder zal zijn van de natuur. En wij bidden u voor hen met wiens handen dat wonder gebeurt. Zegen hun werk en geef hun de moed het vol te houden. Zodat de groei er overal in blijft. Op de akker en in het leven van ons allen. En in stilte komen wij tot u met al datgene dat leeft in ons hart en dat een ander niet verwoorden kan. En dit persoonlijk gebed willen we completeren door het samen te bidden van het gebed dat Jezus ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zijn we aangekomen tot het zingen van ons slotlied en dat is lied 981. En onder het voorspel is de gelegenheid tot het geven van uw gave.
Ik wil u allen hartelijk danken voor uw komst en luisterend oor. Nu we samen hebben genoten van deze oogstdienst, die ook hier in prachtige symbooltalen tot uitdrukking komt op die mooie liturgietafel, met dank aan Ria, kunnen we in de tijd die komt vol goede moed een zegen zijn voor elkaar en vele anderen. En denk toch maar eens even na over een verblijf van een etmaal in een hutje, in uw of andermans tuin. En u zult versteld staan van de betekenis en de ervaring. Ik zie uit naar een verblijf in dat ene hutje, zoals de Joodse profeet Zacharia het heeft beloofd. Gaat dan allen heen in vrede, ieder met een eigen levensopdracht en bewust van de wereld en haar noden. Ontvang hiervoor Gods zegen. De eeuwige zegene ons en behoede ons. De barmhartige doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.